Hallo. Hallo. Samantha. Monique, welkom. Nou, dank u wel. Een draaideur in uw hal. Ja, en daardoorheen hebben we een paard in de gang. Een paard in de gang. Dit is wel een zee aan ruimte. Ja, wij vinden ruimte weldaad. Wij zijn graag in grote ruimtes. Ja, ik ben er echt even stil van, want dit is niet zomaar een ruimte. Dit is een oude fabriek geweest. Ja, dit is de oude gaseuze flesjesvulfabriek geweest van Rosema. En dat was dat lekkere drankje, hè? Dat is dat zoetige, ja, zeker. Bubblegum-achtige drankje. Ja, ik weet het nog. Ja. En hoe zijn jullie hier dan terechtgekomen? Wij hadden toen een klein Jack Russeltje. Die hadden wij geleerd, ja, je mag niet tegenpuien aan sassen en zo. En mijn man liet hem hier uit en hij deed dat toch. Waardoor mijn man getrokken werd naar het raam en zag, want dat stond hier leeg. Die zag het licht en de ruimte en die zei van, oh, hier moeten we even gaan kijken. En dat licht is belangrijk om meerdere redenen, denk ik. Ja. Want ik zie een hoop kunstwerken. Ja. Ik had een galerie en een kunstuitleen. Ik was zelf kunstenaar en kon dat op een gegeven moment door ziekte even niet doen. En toen dacht ik van niet gewend stil te zitten. Kijken wat kan ik wel doen. Zodoende hebben we een kunstuitleen dus en een galerie hier gehad. Wauw, strak hoor. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk menig feestje gegeven hier, want daar houden we wel van. En dan moet je ook nog koken natuurlijk, want ja, kijk. En dan vouw je dit gewoon weg. Dit is niet zo groot vergeleken bij de grote ruimte daar. Maar ja, in je slaapkamer, als ik mijn ogen open heb, dan kijk ik naar iemand waar ik van hou. En heb ik ze dicht, dan zie ik niks, dus waarom zou ik meer ruimte willen hebben? Wie heeft dit ontworpen? Hebben jullie dit zelf bedacht? Ja, met anderen. Kijk, je werkt natuurlijk met kunstenaars en architecten. En dan ben je aan het brainstormen en dan kom je zo tot bepaalde ideeën. Deze hebben we gebouwd voor onze toenmalige 14-jarige dochter. Voor haar is het eigenlijk een soort van mini-huis. Dat ze zich even terug Ze kan zich terugtrekken, want ja, met een galerie daar ben je semi-openbare ruimte. En dan is het voor haar belangrijk dat ze zich kan terugtrekken. Kijk, en hier is de badkamer. Wauw, gaaf hoor. Hier hebben wij een doorloopkast. Ik moet wel voorzichtig zijn. Ja, dit is wel een beetje laag. Dus hier het boudoir of de tutruimte. Ja. Want we hadden natuurlijk veel openingen met gasten. Er hebben allerlei beroemdheden hier gezeten. En oh, ja, die moeten zich natuurlijk vertel. Ook even... Nou ja, de plaatselijke beroemdheid is in ieder geval Jules Deelder. Die geopend heeft hier voor de tentoonstelling van Hans Bab. Hallo. Hallo. Samantha. Francis. Ja. Welkom. Dank u wel. Mooie ruimte. En als u naar buiten kijkt, dan ziet u natuurlijk ook uw mooie bakje, hoe moet ik het zeggen? Mijn toga, het is een toga. Ik procedeer vaak en dan is dit eigenlijk zoals ik geacht word om bij de rechtbank te verschijnen. Nou, bedankt dat ik binnen mocht kijken. Ik vond het hartstikke gaaf. Oké, graag gedaan. En ik zou zeggen tot ziens. Tot ziens. Veel plezier. Dank u. Joe. Doei.